Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Aardrijkskunde is overal. En deze keer vanaf een heel bijzondere plek, namelijk vanuit Zuid-Frankrijk, de Franse Alpen, tegenover een gletsjer. En die gletsjer heet La Meille. Het doel van dit filmpje is dat je weet hoe een gletsjer ontstaat en welke verschijnselen er allemaal zijn rondom een gletsjer. Je kunt vanaf deze plek al heel goed zien hoe die gletsjer ontstaat. Bovenaan zie je een soort van kuil tussen de rotsen in, een soort van kommetje. En dat heet het Vierenbekken. In dit bekken, in deze kuil als het ware, wordt sneeuw verzameld. En dat sneeuw wordt samengeplet door de druk van elke keer weer een nieuw sneeuwlaag bovenop. En dan onderin wordt het zo erg geplet en in elkaar gedrukt dat het ijs wordt. En ieder jaar komt er weer een nieuwe laag sneeuw bij. En dus ieder jaar komt er aan de onderkant weer een beetje ijs bij. En op een gegeven moment is het al zo zwaar, dan glijdt dat langzamerhand door de zwaartekracht naar beneden toe. Je kunt zien dat die gletsjer ooit ook veel langer is geweest. Want je ziet daaronder dat de rotsen helemaal afgerond zijn. En daar heeft de gletsjer ooit ook overheen gelegen. Maar doordat het steeds warmer wordt op aarde, smelt het uiteindelijk nu harder dan het aan de bovenkant aangroeit. En daardoor wordt hij steeds een stukje korter. Goed, er ligt gelukkig nog wel een klein stukje. Dus morgen gaan we met de lift omhoog en dan gaan we eens van dichtbij bekijken. Nou, na 20 minuutjes in de lift zijn we aangekomen bovenop de berg. Bij het begin van de gletsjer. De gletsjer heet Lac Iros. En we staan hier aan het randje van het Vierenbekken. Je ziet hier een soort van kommetje. Dat is dat bekken, dat Vierenbekken waar de sneeuw zich in verzamelt. Op dit moment heeft de gletsjer ongeveer een dikte van 50 à 60 meter. De gletsjer is ooit wel dikker geweest. En toen heeft hij gelegen tot ongeveer tot de rand waar wij nu staan. We gaan zo meteen een stukje lopen over de gletsjer heen. Ik sta hier midden op de gletsjer, midden in het Vierenbekken. Om me heen zie je de rotsen waarbinnen de sneeuw zich verzamelt. We zijn een beetje onder het touw doorgegaan. Je mocht hier eigenlijk niet helemaal komen, omdat hier ook gewoon gevaarlijk is, vanwege de scheuren. Sommige scheuren zie je, maar er zijn ook scheuren die afgedekt zijn met sneeuw en die zie je dan niet. Deze gletsjer die beweegt ongeveer met 24 meter per jaar vooruit. Nou, dat verklaart ook waarom die scheuren dan erin komen. Het is hier ongeveer een graad of 10. Beneden in het dal was 25. Dus het is, jullie weten, elke 100 meter omhoog is 0,6 graden kouder. De gletsjer die verplaatst, is een hele sterke transporteur en die verplaatst ook stenen met zich mee. Misschien kan mijn cameraman een beetje naar rechts filmen. Dan zie je daar allemaal stenen liggen. Die stenen noemen we morenen. Dit zijn de zijmorenen. De gletsjer die duwt de stenen opzij, naar de zijkant toe. Aangezien deze gletsjer al wat geslonken is en wat dunner is geworden, kun je goed die morenen aan de zijkant zien liggen. Straks ga ik naar het einde van de ijstong en dan zullen we ook de eindmorenen zien liggen. Ook onder de gletsjer liggen allemaal stenen. En dat zijn dan de grondmorenen. Nou, dichterbij dan dit kan ik helaas niet komen. Maar je kunt het best goed zien vanaf hier. Je ziet daar de gletsjer liggen. Helemaal uit tot aan het dal. Bovenin zie je duidelijk dat het een gletsjer is, want er is hier nog wit. Maar naar onder toe is hij een beetje grijs-bruin geworden. En dat is het stof wat erop is gevallen in de loop van de jaren. Nou, ik vertelde bovenaan al dat aan de zijkant liggen zijmorenen. Dat zijn grote stenen die de gletsjer opzij heeft geduwd. Maar hij duwt ook stenen voor zich uit. En zoals je kan zien ligt hier een enorme muur aan stenen. En die stammen nog uit de tijd dat die gletsjer wat dikker was. Links onderin zie je een gletsjerpoort, zijn er twee naast elkaar. En daar komt het smeltwater door naar buiten. Dat smeltwater zakt door de spleten heen in de gletsjer en stroomt onderlangs eruit. En wanneer het water uit de gletsjerpoort is gelopen, stroomt het verder en komt het vaak terecht in een gletsjermeertje, zoals je hier achter mij ziet. Nou, daaruit loopt het dan ook weer verder en dat is dan het begin van een gletsjerrivier.